Hartelijk goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is het dagelijks programma waarbij wij dus informatie brengen, inzichten en natuurlijk de laatste updates over de COVID-19 pandemie. Het beheerst de wereld en het heeft zijn vleugels uitgeslagen naar Suriname. We zijn er vrij zwaar door getroffen. Het begon op 13 maart en we staan nu dus op 133 actieve cases. We weten dat er 9 mensen genezen zijn verklaard, 2 mensen zijn overleden en we hebben nu nog 241 mensen in quarantaine. En dat betekent dat wij vrij zwaar getroffen zijn door dit virus. Het heeft een enorme spurt genomen de afgelopen 2 weken en dat heeft ons gebracht naar de fase van code rood. En dat is een fase waarbij je heel erg voorzichtig moet zijn. Nou, onze gast vandaag is een welbekende uit deze samenleving. Het is de arts en het DNA-lid Deo Charman. Ik zeg Deo, van harte welkom in ons programma. Laat me even uitleggen. Deo Charman en ik hebben in het voorgesprek ontdekt dat we 40 jaar geleden samen op school hebben gezeten. Dus we gaan het doen als twee goede vrienden. Ja, natuurlijk. We moeten als matties praten. En het gaat natuurlijk om een heel serieuze zaak. Maar laat me ook groeten, de kijkers, de luisteraars en ook natuurlijk jou, Marciano. Goeiedag. Oké. Het begon allemaal 13 maart. Toen werd het eerste geval bevestigd. We zijn nu midden juni en de afgelopen 2 weken een enorme spurt. Hoe heb jij deze periode ervaren, zeg maar het eerste deel tot en met 2 weken terug en daarna die enorme groei van positieve gevallen? Kijk, laat me aangeven dat de eerste golf vanaf 13 maart, dat waren allemaal importgevallen die we heel goed hadden kunnen containen, omdat alle besmettingen bekend waren, de bron van de besmettingen, maar ook de contacten waren bekend. En daardoor was het relatief makkelijk om dat voor elkaar te krijgen en dat te kunnen indammen. Deze tweede golf is een beetje moeilijker geworden, omdat het net in een fase was in de samenleving waarbij enorme drukte was en beweging van mensen was. Hè? Vlak voor de verkiezingen, gedurende verkiezingen, na de verkiezingen, etc. En we vermoeden natuurlijk dat er meerdere bronnen zijn geweest die uiteindelijk tot de besmetting hebben geleid. Ik moet aangeven dat tot nog toe het idee is dat het toch nog om clusters gaat. Dat het niet een uitgebreide community spreading heeft plaatsgevonden, want anders was de zaak compleet uit de hand gelopen. Dus vooralsnog is mijn informatie dat het toch gaat om een haartje hier, een haartje daar, weet je wel. En daarom dat het nog even relatief hoor, toch aan te pakken valt. Vandaar ook zeg maar vanuit de specialisten, de medische specialisten als de infectiologen en epidemiologen, die hebben aangegeven van jongens, 2 weken thuis blijven en dan zullen we in staat zijn om die cluster zodanig beheersbaar te maken dat er een enorme community spreading niet hoeft plaats te vinden. Dus daar zijn we nu op dit moment bij. Mm-hmm. Voordat we echt gaan naar het algemene van COVID-19, Even nog persoonlijk, er zijn wat maatregelen getroffen. Nu zijn we in een total lockdown, zoals ze dat noemen. Maar daarvoor waren er al maatregelen die eigenlijk mensen een beetje beperken in hun vrijheid. Ja. Hoe ben jij met je gezin, met je kinderen, hoe ben jij daarmee omgegaan? Die maatregelen? Kijk, in de eerste instantie moeten we natuurlijk alle regels naleven. Omdat we elke burger, of je nou vakman bent of niet, elke burger heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je die keten van de besmetting gaat doorbreken. Dus we moeten niet stoer doen en over straat gaan als het niet nodig is, begrijpt u? Daar hebben we totaal geen winst bij als samenleving, als burger, noem maar op. Dat is één. Ten tweede, maatregelen zijn aangekondigd zonder dat er voldoende voorbereiding is geweest vanuit de samenleving. Kijk, wij hadden bij de voorbereiding, bij de bespreking van de wet uitzonderingstoestand COVID-19 al aangegeven, laten we de verschillende codes klassificeren en ook aangeven aan de samenleving wat volgt bij welke code. Dat is helaas niet gebeurd. En op dit moment zijn we in een situatie waar we al in code rood zijn. Mm-hmm. En met rigoureuze maatregelen als, weet je wel, de vrijheid wordt beperkt, et cetera. Dan nog zeg ik, laten we zoveel als mogelijk proberen ons te houden aan de regels. En natuurlijk heeft dat enorme sociaal-maatschappelijke complicaties of gevolgen, begrijp je wel. En daarop moeten we als samenleving in zijn totaliteit ook gaan inspelen. Want je begrijpt wel, 3 dagen, 4 dagen, 5 dagen, zou je het misschien nog kunnen rekken, maar we praten over 2 weken complete lockdown. En hoewel die lockdown een klein beetje flexibel is, zal het gevolgen hebben voor gezinnen en buurten. Dus we moeten op de een of andere manier als samenleving erop gaan inspelen. Mm-hmm. En nu even naar jouw werk als huisarts. Ja. Je hebt waarschijnlijk minder hard gewerkt in jouw professie in verband met de verkiezingen, maar Suriname is echt een sociale gemeenschap waarbij iedereen kent. En ik weet zeker dat heel veel mensen jou gebeld hebben in het kader van deze COVID-19 crisis.
Wat waren de meest voorkomende vragen van mensen die naar jou toe bellen? Ja, laat maar zeggen, een van de twee telefoontjes die ik binnenkrijg is inderdaad COVID-gerelateerd. Mensen die informatie hebben, advies willen hebben omdat ze toevallig hun huisarts nu kunnen bereiken. Of ze hebben een gerucht gehoord, of ze hebben gehoord van een osteodressie, et cetera. En, dat zijn geen patiënten van jou hoor, het is gewoon uit de burgerij. Maar je moet erop inspelen om mensen zeg maar reëel te voeden. Maar vragen als, mijn moeder is diabetes en kan geen diabetisch voedsel krijgen, hoe moet ik ermee doen? Of ik kan niet naar de dokter gaan, ik heb wel een recept, maar de apotheken hebben de medicijnen niet, hoe kan ik allemaal? Dus allemaal, maar ook mensen die gewoon bellen, zeggen van dokter, we hebben vanaf morgen niks meer in huis om te eten en de winkels zijn dicht. We hebben wel geld, maar we kunnen niet gaan kopen omdat we niet mogen, omdat mijn naam begint met een R. En vandaag is het de dag van F bijvoorbeeld, begrijpt u wel? Allemaal vragen hierover, maar ook vragen over, is het wel werkelijk waar dat we al 100 zoveel gevallen hebben? Is het waar? Ja, ja, volgens mijn informatie zijn de data's die gepubliceerd worden wel correct. En dat heb ik uit de sector natuurlijk, het is niet vanuit de media dat die informatie wel komt. Waar er enig argwaan in die samenleving ontstaat is dat een heleboel van die mensen die wel positief zijn, geen of nauwelijks klachten hebben. En dan hoor je ook wel mensen statements maken van ja, het is een gewoon griepje, begrijpt u wel. Dus dat wil ik even daar laten, maar feit is dat de aantallen daar zijn. Feit is dat het merendeel van de mensen geen ernstige klachten krijgen. Vanuit de literatuur denken we dat rond de 80% van de mensen kleine eenvoudige klachtjes krijgen, verkoudheid, misschien een beetje griepachtige toestanden, weet je wel. Maar ernstig ziek worden ze niet. Het gevaar zit erin. En daarom moeten wij de data die gepubliceerd worden, daar heel serieus over nadenken van, we willen niet hebben dat te veel mensen tegelijk ziek worden. Want onze gezondheidszorg heeft beperkingen. Dit is niet compleet, begrijpt u wel, zwakke systeem, beperkte human resources, beperkte geld, beperkte testkits. Alles is binnen de grenzen, begrijpt u wel. Dus wij willen niet graag hebben dat heel veel mensen tegelijk ziek worden en dat systeem in elkaar stort, begrijpt u wel. Dus daarom dat we proberen die samenleving, bijna wil ik het zeggen, op te voeden, maar in ieder geval van informatie te voorzien, dat mensen COVID heel serieus moeten nemen. En als het niet nodig is, no gastrati, begrijp je wel? Alle regels van preventie, van handen wassen, social distancing, et cetera. Dat is zo gigantisch belangrijk. En dat we ook als onze verantwoordelijkheid moeten zien om dat correct na te leven. En de directeur van Volksgezondheid heeft inderdaad gezegd, onze gezondheidszorg is onder druk komen te staan. Bedoelt ze dat met haar statement? Ja, absoluut. Kijk, we hebben een x-aantal gezondheidswerkers. We hebben een x-aantal ziekenhuizen. We hebben beperkte middelen, resources, financiën of materieel. Nu al zitten we waarschijnlijk een beetje tegen het plafond aan van onze testkits. En ik hoor al mensen statements maken van, ja, mensen worden niet twee keer, drie keer meer getest. Als je in quarantaine bent, word je één keer getest. En na, weet je wel, begrijp je wel, wat ik wil aangeven, de middelen zijn beperkt. En dat is die druk die ontstaat in dat hele zorgsysteem. Want ook, je zal gemerkt hebben, een paar faciliteiten zijn dicht van de RGD, een paar centra, omdat er daar COVID-patiënten hebben rondgelopen, of het nou personeel was of burger. Dat zal ik hier niet vertellen en dat is ook even niet belangrijk, maar conform protocol moet je die faciliteiten dicht doen voor een x-aantal dagen. Dus daardoor ontstaat er ook druk op die zorg, begrijpt u wel. Dus wij willen natuurlijk niet heel graag dat gezondheidswerkers op welk niveau dan ook ziek worden, want anders heb je geen mensen die anderen kunnen helpen. En daarom die statement vanuit de top van Volksgezondheid van jongens, wees voorzichtig, er moet geen druk ontstaan op die zorg, anders gaat het uit de hand lopen. En dan zijn er heel wat mensen, organisaties die wel hulp bieden bij, bij het bestrijden van, zeg maar de verspreiding van COVID-19. De bekendste is natuurlijk SU4SU die actie heeft georganiseerd. Ja. Maar zonder politiek te gaan, de VAP heeft ook een COVID-team in het leven geroepen. Ja. Wat deed dat COVID-team? Ja, vanaf moment 1, toen de eerste golf zich voordeed, hadden we als partij inderdaad een COVID-team samengesteld. Onder leiding van dokter Oelers. En we zijn ook richting Volksgezondheid gegaan van Volksgezondheid. Hier zijn wij en we willen onze diensten aanbieden op elk niveau. Of het gaat om deskundigheid of anderszins, hier zijn we er. En dat was bijzonder gewaardeerd. Bij de tweede golf hebben we dat weer gedaan, alleen hebben we dat in een breder kring gedaan met onze coalitiepartners die we nu aan het vormen zijn, om wederom Volksgezondheid aan te geven dat we weer standby zijn om te helpen. Terwijl we dat ook zeggen aan Volksgezondheid, ondernemen we ook actie, omdat we weten dat zeker die lockdown complicaties heeft, gevolgen heeft voor die samenleving. Dus we hebben geprobeerd een sociaal netwerk op te zetten om in ieder geval de meest
kwetsbare groepen en de meest behoeftige mensen van tenminste voedsel te voorzien. Ook dat loopt, begrijpt u wel. Dus vanuit de politiek, vanuit de partij, proberen we natuurlijk ook onze beste beentjes bij te zetten om die samenleving tegemoet te komen en daar waar nodig ook die overheid tegemoet te komen. En dan heeft die lockdown die heeft een bepaald doel, mensen niet op straat laten gaan, de verspreiding zoveel mogelijk voorkomen. Ja. Maar het heeft ook nog andere effecten op bepaalde groepen in deze samenleving, gaf u me aan in het voorgesprek. Ja. Mensen krijgen het soms erg moeilijk. Ja. Kunt u aangeven op welke manier ze het moeilijk krijgen en dan moeten we gaan naar een oplossing wat gedaan kan worden om dat een beetje te verlichten? Ja. Kijk, het moeilijk krijgen, laten we zeggen, twee dimensies. Eén is het sociaal-maatschappelijke. Mensen blijven thuis en hebben geen eten en drinken. Omdat ze gewoon geen geld hebben. Denk maar vooral aan de dagloners, mensen, timmerlieden, dat soort mensen, taxichauffeurs die elke dag verdienen en elke dag eten zouden kopen. Die mensen verkeren in een moeilijk parket. Maar een andere dimensie die wij heel vaak een beetje over het hoofd zien, die lockdown is natuurlijk aanbevolen door medici, maar het te lang bij elkaar blijven heeft ook consequenties voor de mens op zich, begrijp je wel? En zeker grote gezinnen in kleine ruimtes, die zal weer andere klachten beginnen te, of weet je wel, stress, depressiviteit en al dat soort dingen, die zullen ook de kop gaan opsteken. Dus wij proberen ook daarin wat verlichting te brengen door mensen adviezen te geven hoe ze die vrije tijd die ze hebben moeten doorbrengen. Simpele dingen, weet je wel. Want mensen zijn niet gewend om eenmaal 24 uur thuis te blijven. Ja. Niemand, begrijpt u wel. Dus dat op een prettige en een correcte manier invullen, dat is ook erg belangrijk. Anders heb je straks COVID achter de rug. En dan zit je met een natraject waarbij heel veel psychosomatische of andersoortige psychische klachten zullen ontstaan bij mensen die veel erger zal blijken dan die COVID op zich. Nogmaals, we erkennen dat COVID een ernstige zaak is, maar we moeten ook oog en oor hebben voor de gevolgen die als gevolg van COVID, maar ook als gevolg van die lockdown zou kunnen optreden. Dus heel veel mensen hebben daar beginnen last van te krijgen, begrijp je wel. En nogmaals, los van dat mensen geen eten en drinken hebben, kan het ook gezondheidsklachten veroorzaken. En wat raden jullie aan tegen bijvoorbeeld dingen als stress en paniekreacties en dat soort zaken? Raden de artsen aan? Kijk, een paar van ons hebben een soort hulplijn georganiseerd van iedereen die dat soort klachten heeft, dat we met ze praten, dat we weet je, wat adviezen geven. Maar concreet vragen we de mensen om zinvolle besteding te geven aan de tijd. Ga een beetje tuinieren, ga je erf een beetje harken, ga die schutting een beetje verven of gewoon wassen, begrijp je wel. Zinvolle besteding. Maar we adviseren mensen ook om naar leerrijke programma's te krijgen, dit soort leuke dingen, te gaan lezen. Veel mensen hielden in het verleden van lezen, maar vanwege de digitale tijdperk lezen mensen niet meer. Ze zeggen, ga lezen. Gaat erom, Marciano, we proberen die burgerij aan te bevelen om op die manier zinvolle activiteiten te ontplooien, om deze periode een beetje te kunnen doorbruggen. Natuurlijk in acht nemen van alle maatregelen. En wat erg belangrijk is, natuurlijk in die lockdown moet je voorzien worden van voedsel. En ook dat moet gaan plaatsvinden. En het is jammer dat die lockdown zodanig streng is dat bijvoorbeeld mensen uit Saramaca hun producten niet kunnen brengen naar Paramaribo, dat ze het aan de man zouden kunnen brengen. Ook daarover wordt er nou gesproken. En we hebben gisteren in een commissievergadering gehad vanuit de DNA, een COVID-DNA-commissievergadering. Het was wel een Zoom-meeting hoor, waar we hebben aangegeven, laten we hierover ook praten. Omdat het niet goed is dat je mensen adviseert om gezond te eten, voldoende groente en fruit te eten. Maar dat is nou de finie, begrijp je wel. Dus dat zijn allemaal dingen die zich niet voordoen en waarover we moeten nadenken en met een oplossing moeten komen. En je bent niet alleen maar arts, je bent hier ook als zeg maar parlementariër, dat grijpen we meteen aan, een dubbele functie. In de DNA staan ze over het algemeen vrij fel tegenover elkaar. De COVID-19-crisis, dat is een gezamenlijke vijand, kun je zeggen, die we samen moeten aanpakken. Hoe is de samenwerking zeg maar, in het parlement om deze zaak aan te pakken? Kijk, wat COVID betreft hebben we geen coalitie en oppositie. We erkennen dat het een nationaal probleem is, een nationale zaak is. En we proberen vanuit alle invalshoeken, alle inzichten met elkaar te delen om gezamenlijk dit probleem aan te pakken. En natuurlijk is dat een pluimpje waard. Daar zouden we op veel meer momenten en veel meer issues moeten doen. Maar in ieder geval heb ik niet gemerkt dat er enige touwtrekkerij is wat COVID betreft in het parlement. Tot nog toe heb ik gezien dat iedereen heel correct en constructief alle inzichten met elkaar deelt om te komen tot een gezamenlijke oplossing. En persoonlijk, die lockdown is daar. Dat heeft meer te maken met het sociaal-maatschappelijke thuisblijven en dit en dat.
vanuit het artsenberoep. Ja. Wat zou je mensen aanraden dat ze nog kunnen doen om... Want een van de belangrijkste zaken is, je moet je weerstand verhogen. Wat zou je vanuit uw professie mensen kunnen aanraden om te zeggen van, hey, doe dat om je weerstand te vergroten? Goed eten, dat is altijd goed eten, maar ook een beetje aan lichaamsbeweging doen. En je hoeft niet naar de gym te gaan. Als je thuis blijft, kan je nog zoveel andere dingen doen, weet je wel. Of het nou touwtjes springen is, of je op het erf een beetje gaan rondlopen is. Maar ga een beetje ook sporten, zodat je fit blijft. Heel veel mensen, heb ik gemerkt, ze doen alsof de gym gesloten is, dat ze niks meer thuis kunnen doen. Dat is niet waar. Je kunt in een kleine ruimte al zoveel oefeningen doen, al is het zittend, liggend, noem maar op, je gaat kunnen. Dus lichaamsbeweging is enorm belangrijk. Maar ook het zonlicht opkiezen. Weet je wel, opzoeken. Niet in je huis blijven zitten. Niet in je huis. Niet uitslapen tot 9 uur en 10 uur voor Chira Ting, begrijp je wel? Ga vroeg uit op pad, ga buiten een beetje rondlopen. Laat de zon op je schijnen, zodat je op die manier ook wat weerstand opbouwt, begrijp je wel? Goede voeding, maar let goed ook op elkaar. Advies is altijd van, laat één persoon uit een bepaald huishouden de boodschappen gaan doen naar buiten. Zodat die alleen een beetje eventueel target kan worden. Mm-hmm. Maar als je dat doet, hou je ook een klein beetje afzijde van de rest van de gezinsleden. Een klein beetje, zal ik zeggen, thuis quarantaine-achtige toestand. Hè? Dat is erg belangrijk, omdat we niet met z'n allen naar de winkel hoeven. Anders gaan we allemaal blootgesteld kunnen worden aan het virus. Dus dat zijn adviezen die we aan de samenleving geven, aan gezinnen geven van doe het rustig aan, let op jezelf, drink voldoende, eet voldoende, probeer verse fruit en groenten te krijgen voor zover die beschikbaar zijn. In Paramaribo is dat een beetje moeilijk, maar als je op Boiti bent en in districten gaat het iets makkelijker. En voor de rest zo min als mogelijk naar buiten gaan. Hou je aan de regels, niet stoer doen, et cetera. Dat zijn de dingen die we aan de samenleving uitleggen. Mm-hmm. En dan... Ja, de crisis, we kunnen moeilijk timen wanneer die minder wordt, wanneer die ophoudt te bestaan. COVID-19 gaat in elk geval niet weg. Als je als arts vanuit jouw professie kijkt naar zeg maar de komende 2 weken, de komende maand, met betrekking tot COVID-19, ja. Hoe ziet het er een beetje uit? Ja, kijk, we verwachten nog dat er een stijgende trend gaat zijn. Als je kijkt naar de, zeg maar, de epidemiologische karakteristieken van een epidemie, dan verwacht je dat die golf nog precies zo gaat stijgen. Dat het een afvlakking zal komen. En heel veel hangt natuurlijk ook af van die samenleving, hoe ze zich zullen houden aan alle maatregelen van lockdown, et cetera. Maar omdat ik eerder ook al aangaf, het lijkt alsof we nog clusters van besmettingen hebben, nog geen, weet je wel, ongebreidelde community spreading hebben, denk ik dat het binnen een paar weken toch goed controlable zal zijn. En die inzichten worden ook gedeeld door andere artsen en specialisten die zeggen van het lijkt erop dat wij dit gaan kunnen containen en dat het ongebreidelde infectie niet meer zal plaatsvinden. Maar nogmaals, dat is misschien nu even een klein beetje koffiedik kijken. Mm-hmm. We hopen dat het niet uit de hand loopt, maar je moet je ook voorbereiden op die situatie waarbij het inderdaad ook uit de hand is gelopen. En daarom is het belangrijk dat we allemaal meewerken met alle maatregelen. Maar als samenleving, maar ook als overheid, moeten we eventueel ook ons voorbereiden op het meest ergste. Komen er vanuit DNA nog acties om deze tegengaan van verspreiding van COVID te ondersteunen? Ja, we hebben gisteren een Zoom-meeting gehad en hebben morgen weer een meeting met het COVID-management-team. Waarbij we een beetje face-to-face natuurlijk met in acht nemen van alle maatregelen. Weer met elkaar gaan brainstormen over de huidige situatie en inzichten met elkaar delen en kijken wat het vervolgtraject wordt. En tenslotte, we zijn allemaal op straat zo nu en dan. Gisteren was de dag waarbij er niemand op straat mocht. Als media waren we wel gaan kijken hoe het eraan toe ging. Wat is uw mening van hoe de gemeenschap omgaat met de opgelegde maatregelen? Nou, gisteren leek het inderdaad op een zondag. Begrijp wel. En ik moet toch een pluimpje maken naar die samenleving, dat ze zich redelijk goed hebben gehouden gisteren. Er waren nauwelijks verkeer te zien. Ik woon ergens langs een hoofdweg, nauwelijks verkeer te bespeuren. Als het op die manier aan toe gaat dat de samenleving meewerkt, dan denk ik dat we inderdaad een plusje erbij hebben om te zeggen van luister jongens, dit zal waarschijnlijk niet erg lang duren of het is weer achter de rug. Mm-hmm. En tenslotte, Deo, een goede boodschap naar de samenleving. Heeft altijd zijn impact, los van alle COVID-maatregelen vanuit het managementteam, los van alle medische maatregelen. Deo Sharman, als je iets moet zeggen tegen de samenleving, opbeurend, wat zou dat zijn? Ja, alhoewel het lijkt alsof COVID-19 een simpel griepje is, omdat veel mensen milde krachten krijgen, wil ik toch wel aangeven, neem het heel erg serieus.
omdat er altijd een groep mensen is die ernstig ziek kunnen worden en zelfs kunnen doodgaan. Zeker in acht nemende dat heel veel mensen in Suriname een chronische ziekte hebben. Dus eigenlijk eerder slachtoffer kunnen worden, ernstig slachtoffer kunnen worden van deze ziekte. Voor de rest wil ik de samenleving oproepen om je zoveel als mogelijk te houden aan alle preventiemaatregelen, maar ook maatregelen van lockdown. Het is misschien onprettig, maar het is niet lastig bedoeld. Het is alleen bedoeld voor ons allemaal dat we er heel snel uit deze epidemie-situatie geraken en dat we allemaal straks elkaar een schouderklopje kunnen geven van jongens, het is gebeurd, het is weer achter de rug. We hebben ook die tweede golf kunnen overwinnen. En ik denk dat dat een collectieve verantwoordelijkheid is van ons allemaal, van elke burger, om ervoor toe te zien dat we inderdaad met z'n allen gaan samenwerken en zeggen van jongens, COVID no demoro in Suriname. Geweldig. Deo Charman, bedankt voor jouw bijdrage in het programma. Voor de rest veel succes met je werk als arts en natuurlijk als parlementariër. Ja, dankjewel Marciano en natuurlijk ook de kijkers en luisteraars. Goeiedag. Dankjewel. Dat was dus onze gast voor vandaag, Deo Charman. En heel duidelijk, het laatste is erg belangrijk, denk ik. Het is een stukje eigen verantwoordelijkheid. Begin niet te kijken, taxumo controleert, die sumo controleert dat hij. Dat zijn de regels, hou je aan de regels. Niemand hoeft niks te controleren, controleer jezelf. En daarnaast sluiten we altijd af met de belangrijke maatregelen die we allemaal elke dag in acht kunnen nemen. En dat zijn natuurlijk de hygiënemaatregelen. Was je handen zo vaak mogelijk. Voorzichtig met deurknoppen en mouses van computers en tafels en dingen die mensen heel vaak aanraken. Hygiënemaatregelen, social distancing. Houd dat in acht als je naar de winkel gaat. Allemaal af peta doro. Hou anderhalve meter, twee meter met de andere mensen daar. En natuurlijk, als je niks op straat te zoeken hebt, er zijn voldoende leuke dingen die je thuis kunt doen. Blijf thuis. Tot zover deze aflevering. We zijn morgen terug met een andere aflevering. Goeiedag.